In een wereld waarin voetbal floreert, is de drijvende kracht van de FC Twente Heracles Academie gericht op het ondersteunen van de amateurverenigingen. En zo gezamenlijk het algehele voetbalniveau in de regio te verhogen. Om dit te bereiken is het regioplan geïntroduceerd. Dit plan omvat verschillende activiteiten, waarin de academie haar voetbalkennis deelt met de amateurverenigingen in de regio. Het regioplan is onze levensader. Ik denk dat we het meeste uit onze regio halen. Kijk naar onze instroom, dus de kinderen die bij ons binnenkomen, komen uit de regio. Denk aan de trainers, denk aan de fans die later in beide stadions moeten komen. Denk aan de toekomstige vrijwilligers. Dus de regio is voor ons heel erg belangrijk. We proberen op een hele directe manier kinderen en mensen te beïnvloeden. Denk aan de trainingen waar kinderen in de regio mogen trainen op een aantal locaties. Maar denk ook aan de trainers die we daarin proberen te scholen. We hebben daarnaast ook een indirecte manier, zeggen wij. Dus de kennisdelingavonden voor trainers, hoofden, opleidingen en het kader. En daarmee proberen we eigenlijk de toekomst van deze regio te beïnvloeden. Ik zie dat soort olievlek die we heel graag willen verspreiden. En wij denken hoe beter we het met de regio samen doen. Ja, wij zullen profiteren door een betere instroom. Zij zullen profiteren doordat kinderen gewoon het leuk vinden, langer leuk vinden om te blijven voetballen, te genieten van het spelletje voetbal. En daar hebben we een gezamenlijk belang. Ik denk dat het regioplan voor onze levensader is en strategisch gewoon een fundament voor de toekomst. Toen ik hier begon bestond het regioplan nog niet. Ik kom zelf uit de regio Utrecht. Dus het was wel heel erg prettig om met Arnold Brugink de regio in te gaan. En die is ook iedere keer mee geweest als wij op verenigingsbezoek gingen. En we zijn met elkaar, met de beleidsbepalers van die club, zijn we het gesprek aangegaan. En zo hebben we samen eigenlijk de inhoud van het regioplan vormgegeven. Je merkt ook wel, na een half jaar hebben we in ieder geval een stevige basis neergezet. En daar heeft Arnold een hele grote rol in gespeeld. En die voelde ook dat toen het eenmaal liep van nu kan hij wat afstand gaan nemen. En nu heeft hij een mooie stap gezet binnen FC Twente. De academie heeft bewust gekozen om pas vanaf de onder 12 leeftijd te beginnen met academieteams. Dit betekent dat kinderen in de onderbouwjaren nog bij hun eigen amateurvereniging blijven voetballen. We hebben besloten wat later te beginnen, vanaf de onder 12 met een academieteam. En daardoor wil je daar in de jaren daarvoor wat gaan doen. Om het instapniveau richting de onder 12 ook te verhogen. Maar ook als je kijkt waar de spelers vandaan komen. Die komen van amateurverenigingen uit de regio. Dus hoe mooi is het om daar de samenwerking mee aan te gaan. En wat houdt het concreet in? Allereerst is het natuurlijk een goede relatie met elkaar opbouwen. En wat we voornamelijk aan het doen zijn is richting grote groepen kinderen, zowel jongens als meisjes, bieden we één keer in de week een extra training aan. En de andere pijler is dat we eigenlijk aan de gang gaan met de beleidsbepalers, de jeugdtrainers van de amateurverenigingen, om door middel van kennisdeling hun weer verder te helpen. Wij kiezen er bewust voor om te starten bij een onder 12. En ja, we merken dat andere BVO's ervoor kiezen om bij een onder 11, een onder 10 of onder 9 al te beginnen. Dus in dat opzicht hebben zij enkele jaren voorsprong. Maar wij merken tegelijkertijd dat in de onder 12 leeftijd kinderen dusdanig snel stappen maken. Dat we die achterstand, voor zover je daarvan kunt spreken, heel snel kunnen inhalen. En dan vinden wij het belangrijk dat kinderen langer in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven. Nou, ik ben op dit moment al bijna 7 jaar werkzaam binnen de academie. En eigenlijk sinds de laatste paar jaren is het regioplan opgetuigd. En ik vind dat we als academie daar een grote stap in hebben gemaakt. Door en nog meer de clubs te bedienen hier uit de regio. Maar ook nog veel meer spelers de mogelijkheid te bieden om eens per week op hoog niveau te trainen. In de leeftijden onder 9, onder 10 en onder 11. Wat in mijn optiek een hele mooie ontwikkeling is en wat absoluut de vruchten gaat afwerpen, niet alleen voor de academie, maar ook voor alle amateurclubs hier uit de regio. Dus ik ben heel positief over het regioplan. We zijn aan het begin van het traject het gesprek aangegaan met alle clubs. Dus we zijn in de eerste 3 maanden zijn we langs 30 clubs geweest om daar met de mensen het over te hebben. Van dit zijn de kaders die we hebben, hoe zullen we hem gaan invullen? En er kwam waardevolle input uit naar voren en daardoor hebben we samen dat plan vormgegeven. En je merkt nu ook dat dat gekoesterd wordt, dat dat gedragen is. En zit de samenwerking in de vorm van trainingen aanbieden richting kinderen uit hun onderbouw. En kennisdelingsactiviteiten aanbieden richting de jeugdtrainers uit de regio.
Ja, je ziet dat het enorm belangrijk is voor de amateurverenigingen. Dat die behoefte er ook is om de kwaliteit van de jeugdtrainers te verhogen. En door alle kennisdelingsactiviteiten die we hebben, maar ook de trainingen die we zelf organiseren, zie je dat die trainers steeds beter en beter worden. En dat ze ook elementen aan het toepassen zijn binnen hun eigen training. En concreet betekent dat alle regioclubs die aan ons verbonden zijn, een trainer mogen afvaardigen. Die bij ons kan meedraaien in het regioplan. Dus die krijgt de mogelijkheid om op hoog niveau trainingen te verzorgen. Die kan ook deelnemen aan kennisactiviteiten. Ja, je ziet dat doordat ze al meedraaien in het regioplan, dat ze al gewend raken aan een bepaalde manier van trainen. Dus dat geldt voor zowel de spelers, maar ook voor de trainers die vanuit de verschillende regioclubs die aan ons verbonden zijn, ook op een hoog niveau die trainingen kunnen verzorgen en zich daardoor ook weer ontwikkelen. Dus op die manier proberen we niet alleen de spelers te beïnvloeden, maar ook de clubs te beïnvloeden. Een van de clubs die is aangesloten bij het regioplan is STC uit Denenkamp. Daarvoor trainen we echt met selectieteam 9-1, 10-1. En dat was dan onze selectie. Dan beïnvloeden we maar 8 spelers tot 10 spelers. En dan zie je gewoon dat ons niveau wel iets meer onder druk komt te staan. Omdat er welwillende vader daar training staat te geven. En dat hebben we nu met opgevangen met veel jeugdspelers die training geven. Een goede coördinator. Ja, dan kunnen wij echt wel stappen maken. En dan met dat regioplan erbij is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Want die coördinator en die trainers kunnen ook onderdeel zijn van het regioplan. Die gaan er naartoe, die geven daar trainingen, komen terug met kennis. Nou, mooie kun je denk ik niet krijgen als club. Toen wij bij SSC langs gingen, merkte je dat zij de organisatie heel goed op orde hadden. Dus alle faciliteiten waren dik op orde. En dat zij echt in de inhoud een verdiepingsslag willen gaan slaan. En wij hebben momenteel veel contact om hun daarin te ondersteunen. Om hun trainers erin te helpen. En je ziet dat zij nu langzamerhand die verdieping aan het maken zijn. Het bijzondere is dat we met een hele grote groep clubs intensief samenwerken. En eigenlijk de verantwoordelijkheid dragen samen van al die jongetjes en meisjes die graag willen voetballen. En ik denk dat wij inmiddels erin slagen om een behoorlijk aantal op een directe manier te beïnvloeden. Dus kinderen die direct van ons training krijgen, trainers die direct met ons in aanraking komen. Maar er zit ook een heel groot indirect component, waarin we gewoon veel mensen beïnvloeden. En eigenlijk die olievlek van de kennis die wij hebben, gedeeld met de regio, dat we die steeds groter en groter en groter kunnen maken. En ik denk dat dat de kracht is van deze regio. Daarbij ook de loyaliteit, het noorderschap, wat hier heel erg belangrijk is. Dat het vooral samen gedaan wordt. En dat maakt gewoon een hele sterke regio. In het begin hadden we veel bijeenkomsten, ook qua beleid. Hè, met Dominique en met Matthijs, waar ze een lezing gaven of een bijeenkomst organiseren. Nou, dan kom je veel clubs tegen en dan krijg je toch veel onderling contact. En hoe zijn jullie bezig? Hoe zijn wij bezig? Dus dat is wel heel mooi. Als je dat vergelijkt met vroeger, toen werd er voornamelijk gehaald. Hè, dus talentvolle spelers van de clubs die werden binnengehaald door FC Twente Heracles. En je ziet dat we nu ook echt wat teruggeven. In de vorm van kennisdeling, in de vorm van veel contact met elkaar. Dus je ziet dat positief wordt ontvangen. Ik denk wel dat het een hele goede toevoeging is vanuit de academie. En dat je veel meer contacten krijgt. Denk, vroeger was het natuurlijk van Twente zit hier, Heracles zit daar. En de amateurvereniging die zijn op hun eigen manier bezig. Dus die interactie is daar wel veel beter in. En daardoor wordt het misschien wel iets unieker dat je die samenwerking veel beter maakt. Het regioplan is er ook voor meisjes. Tuurlijk! Pas hop en vertrekken, kom! Pas tak, hop, pas hop! Welkom, pak! Pas hop, kom maar, ja! Ja, in het regioplan is er ruimte ook voor meisjes. En we hebben daarna een samenwerking met een partij in de regio dat wij doen tot ongeveer 11 jaar. Daarna nemen zij het over en vervolgens zijn er uitstroommogelijkheden richting FC Twente vrouwen. Misschien een andere betaald voetbalclub vrouwen. Maar inderdaad, er zitten ook meisjes in het regioplan. Daar bieden we ook plek aan. Ja, ze worden voorgedragen, ze komen in het regioplan. Wij monitoren ze, we beïnvloeden ze. Uiteindelijk kunnen ze doorstromen naar die organisatie, die dat MVTO is dat, die dat verder gaat doen. En ja, hopelijk komen ze vanuit daaruit echt een beeld bij FC Twente vrouwen. En misschien in de toekomst wel Heracles vrouwen, zou ik nog vinden. Spelregels helder.
één kant houden. Kom, hop, goed gedaan. Wat we gaan doen, we laten deze ballen nog mooi even liggen. Dan ga ik alvast de teams noemen voor het uiteindelijke toernooitje. En dan mag je een hesje aandoen en zal ik aangeven bij welk rijtje je mag gaan staan. Team C, daarbij de blauwe pion in het midden, een geel hesje aandoen. En dan hebben we nog het roze team. Voorafgaand aan het traject dat ze bij de onder 12 komen, doorlopen ze eerst het regioplan. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze in de leeftijden onder 9, onder 10 en ook de onder 11 de mogelijkheid hebben om dicht bij hun eigen woonplaats één keer in de week te trainen. Met leeftijdsgenoten van andere clubs die ook in die regio zitten. En uiteindelijk de jongens met de onder 11 leeftijd die de meeste potentie hebben om uiteindelijk de academie te kunnen halen. Daar gaan we mee aan de slag op de woensdagmiddag. En beginnen we aan het begin van het jaar met een groep van 30 of misschien wel 40 spelers. En werken we gedurende het seizoen naar uiteindelijk een nieuwe onder 12 team, wat daadwerkelijk ook gaat instromen in de academie. Zoveel mogelijk met je oefenvoet. Laat me zien, Tala. Goed zo. Heel veel met links. En Mees Olsen met rechts natuurlijk. Binnenkant, buitenkant. Binnenkant, buitenkant. Ja, en terug weer. Je ziet dat we nu vanaf de onder 9 beginnen we met die trainingen eens in de week. En dat zijn bijna 200 kinderen nu, verdeeld over 9 locaties. Dus dat is voor onze scouting best wel een grote opgave. En wat je nu best wel mooi ziet ontstaan is dat als een scout langs een club gaat, dat hij eerst op de koffie gaat met de beleidsbepalers van die club. Dat ze het samen over een aantal spelers hebben. Wie kunnen nou een extra prikkel krijgen op die vrijdag? Ja, dus die ontwikkeling is nu enorm gaande. Dus eerst was het de scout die zegt, die speler willen we uitnodigen. En nu zie je bij steeds meer clubs een relatie ook ontstaan tussen scouting en club. En op die manier, vanuit die samenwerking, worden dan spelers daarvoor uitgenodigd. Wat ik heel mooi vind, is die trainers die we inbrengen. We hebben natuurlijk vorig seizoen hebben we een trainer ingebracht. Die is nu coördinator gelijke kansen. En als ik dan kijk naar een training, dan zie je daar gewoon dat de intensiteit veel hoger is op de training. Dus die nemen we echt wel weer terug, meer hier het veld op. En we zien dat, en dan wordt de hele breedte beïnvloed. Dus daar zien we echt wel progressie in onze voetballetjes. En daardoor ook veel meer plezier. Ze zijn veel meer bezig, de intensiteit is dus hoger. Er wordt veel harder getraind, niet zo lange wachtrijden. En dat is wel echt een groot pluspunt, denk ik. En dit jaar hebben we ook een trainer daar. Nou, die neemt het ook weer mee, naar onder de 11. Nou, dat is wel echt, we zien wel daarin terug dat onze intensiteit op training echt wel omhoog gaat. En dat is, ik denk dat dat de dikke winst is voor ons als STC. Een van de activiteiten die de onder 12 onderneemt is een voetbaltrip naar het buitenland. Ja, met de onder 12 groep zijn we onlangs in het buitenland geweest. En we hebben de keuze gemaakt of om iedereen een dusdanige ervaring te bieden of geen speler. En uiteindelijk is het gelukt om iedere speler van de onder 12 een mooie ervaring in het buitenland te bieden. Waarbij de helft van de groep een internationaal toernooi heeft gespeeld in Portugal. En de andere helft van de groep heeft een internationaal toernooi gespeeld in Turkije. En daar hebben ze onder meer tegen leeftijdsgenoten van Inter Milan, Everton, Aston Villa, maar ook Chelsea, Benfica, Galatasaray, Valencia gespeeld. En ja, dat is voor de jongens een onvergetelijke ervaring geweest. Nou, door zo'n internationaal toernooi te spelen in het buitenland merken we gewoon dat kinderen zich niet alleen op voetbal inhoudelijk vlak ontwikkelen door tegen allerlei verschillende clubs en type teams te spelen. Maar ook op persoonlijk vlak ontwikkelen ze zich gigantisch doordat ze heel zelfstandig moeten zijn. Ze moeten elkaar continu helpen. Sommige jongens die maken voor het eerst een vliegreis. Dus er komt van alles bij kijken waarmee ze zich ook persoonlijk ontwikkelen. En dat vinden we heel belangrijk. Je hebt altijd je oefenvoet nodig om te kunnen bijsturen. Dus gebruik die ook veel. Ja, alles met je oefenvoet. Lekker op tempo dribbelen, gebruik de dingen die je net hebt geoefend. We hebben een hele leuke groep. Een onder 12 team met veel jongens die echt relatief dichtbij wonen. Nagenoeg alle spelers die wonen binnen een half uur rijden. Nou, volgens mij is dat vrij uniek in Nederland voor een BVO.
En we hebben een hele leuke mix qua type spelers. En daarmee hebben we het eigenlijk heel goed gedaan. Tegen hele leuke clubs gespeeld. De eerste seizoen zelf hebben we vooral wat meer in de regio gespeeld. En met de regio bedoel ik dan clubs als FC Groningen, Heerenveen, FC Emmen, PEC Zwolle, De Graafschap enzovoort. Na de winterstop is dat iets meer op basis van weerstand en uitslagen ook ingedeeld. En je ziet nu eigenlijk dat we op een perfect niveau spelen voor de jongens, waarin ze eigenlijk elke week maximaal moeten gaan om alles eruit te halen wat erin zit. En dat is precies wat je wilt als trainer. We pakken nu alleen de grote ballen. Ja, dus alle dribbelaars, Bent, Kas, Mika, iedereen pakt een grote bal. Aanname en heel snel versnellen. Keurig boys, goed verdedigd mee, scoren. Je hoort ook heel veel kinderen die nu naar de regioplan kunnen, dat ze trots zijn en direct vertellen aan de omgeving, hè, familie, vrienden. Dus het is wel, ik denk wel dat het echt wel heel leuk is voor de kinderen. En ze zijn gewoon heel trots dat ze daar onderdeel van mogen zijn. Ouders zijn heel enthousiast ik denk ook dat wel vanzelfsprekend is. Als een jongetje daar onderdeel van mag zijn, dus dat is wel mooi. Ja, als ik over successen mag praten, dan heb ik het heel erg over de aantallen clubs die aangesloten zijn. Inmiddels meer dan 70. Ja, daar zie je enorm het vertrouwen, zeg maar, wat ze hebben in ons en het regioplan. Ik vind dat heel erg belangrijk. En tevens ook gewoon de aantallen kinderen die we trainen, de trainers die we begeleiden, de mensen die deelnemen aan het regioplan. Ik zou dat wel echt als succes op dit moment noemen. En daar ben ik wel trots op, dat we dat best wel snel bewerkstelligd hebben met elkaar. En dat mensen erin geloven, erin vertrouwen en daardoor ook zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja, snel nieuwe bal. Waar kunnen we vooruit? Goed, Marlon. Ook met links durven. Momenteel hebben we 64 Nederlandse partnerclubs. En zijn we dit seizoen ook begonnen met gesprekken aan te gaan met Duitse partnerclubs. Als je vanuit het FBK naar rechts toe rijdt, ben je ook redelijk snel in Duitsland. Dus we hebben ook een stuk gebied daar waar we graag de samenwerking mee aangaan. We zijn best wel trots dat er nu ook 6 Duitse partnerclubs zijn aangesloten. En we proberen daar ook de verdieping te maken met nog meer clubs, maar ook dus met het voetbalinhoudelijke aspect. Toen wij begonnen met deze vernieuwde academie, hadden we niet zo'n goed beeld van de regio, niet zo'n goed beeld van de spelers, maar ook niet van de talentvolle trainers. Ja, we zien nu dat steeds interessanter wordt, dat ook steeds meer mensen in beeld komen bij de academie. En ik denk dat we op deze manier ook heel veel mensen enthousiasmeren over de academie, maar ook Twente en Heracles specifiek. Ja, waar ik me heel erg hard voor maak, ook richting mijn bestuurders bij de clubs, is dat dit echt het fundament is voor de toekomst van deze academie. En dat betekent dat we gewoon de komende jaren hierin moeten blijven investeren. We hebben natuurlijk aan het begin een duidelijk signaal afgegeven door gewoon een fulltime iemand aan te stellen voor deze functie. En daar gewoon letterlijk geld voor vrij te maken met alle activiteiten die we organiseren. Ja, ik denk dat we dat moeten blijven doen. Dat we daar zelfs nog meer in de toekomst in moeten gaan investeren. En continu moeten blijven kijken naar hoe kunnen we dat nou nog verder ontwikkelen. En hoe kunnen we nog beter de mensen in de regio beïnvloeden. Maar wat mij betreft is het echt het fundament voor de toekomst van deze academie. B speelt op veld 2 tegen team E. En team C op veld 3 tegen team F. Waar is de ruimte? Mooie goal, Iver. Goed gedaan. Score is belonen. Goed zo, Jesse. De 18-jarige Sander Zibrandi wordt door Ron Jansen de buurt gegund. Als spelers uiteindelijk doorbreken in het eerste elftal. En ze hebben de roots in het regioplan. Dat is natuurlijk het ultieme. Maar ik denk dat het net zo mooi is dat mensen ook vrijwilliger worden bij de club, medewerker worden bij de club of als fan op de tribune gaan zitten. Ik denk dat ook de motivatie is waarom we gewoon dingen samen moeten doen. Gewoon een leven lang voetbal. En voor de een is dat in het eerste elftal spelen van FC Twente of Heracles. En van de ander is dat gewoon genieten op de tribune op de zondagmiddag van het voetbal. Ik denk dat dat een hele mooie doelstelling is.